Hi, welkom bij Lianes Paint, Lianes Live of andersom. Ik probeer af en toe mijn naam te wijzigen bij hier bij mijn YouTube channel. Maar dat blijkt je dus maar eens in de 90 dagen te kunnen wijzigen. Dus ik moet even geduld hebben. Of ik laat het ook zo, dat kan ook, dat weet ik nog niet. Nou, ik dacht dus dat ik aan het filmen was en dat was ik dus niet. Gelukkig kwam ik daar op tijd achter, zodat ik nog niet al helemaal klaar was. Ik heb dus inmiddels mijn canvasdoek met groen gedaan. Ik denk, ik ga toch wel eens in de kleuren van de kerst. Alleen nu ben ik bang dat dit achteraf toch te donker is. En in dit bakje heb ik allerlei kleuren rode verf en de goud, de koper en de brons zitten. En ik heb bij dat stokje heb ik het een klein draaitje gegeven, dat er al een beetje een patroon in zit. Wat is er nog meer, heb ik gezegd. Oh ja, dit is mijn groene verf. Nou, en dit is gewoon misschien beter te zien hoe goed de substantie is. Terwijl ik hem volgens mij eergisteren gemaakt heb. En nog steeds is de substantie helemaal heerlijk. Maar dit is wel alleen vloedrol. Maar, en dan die Studio Artist Acrylic Paint. En dit is echt... Hij kan op zich iets dikker hoor, maar dunner kan hij absoluut niet. En deze, ja, dikte kan je niet noemen, maar ik heb net dus hier mijn doek bespreken. Nou ja, oh, ik kom niet uit mijn woorden, sorry. Mijn canvasdoek zit dus onder de groene verf. En dat verf liep eigenlijk heel soepel, kon ik het verspreiden over het doek. Dus dat was wel heel erg fijn. Nou, inmiddels hebben jullie denk ik wel heel goed al kunnen zien van de substantie van de verf. Nou, en nu zit ik dus toch te denken, terwijl ik van tevoren in mijn hoofd had, ik maak een groene doek met een mooie zo'n streep eroverheen. En klaar. Daarom heb ik ook een heel klein bakje gedaan. Ja, dit is ook een klein, dit is trouwens een doek van 24 bij 18. Dus het is wel een formaatje waar ik dus hier vanuit mijn bed makkelijker kan draaien en kan doen. Maar ja, de vraag is nu, wat gaan we dus doen? Ga ik hem inderdaad een streep zo zetten en klaar? Of ga ik hem toch in het midden een rondje doen en met mijn hamer weer erop slaan? Want ik vond het toch wel heel erg leuk om te doen. Nee, ik ga toch proberen om die streep eroverheen te krijgen. Of doe ik hem zo? Als ik hem natuurlijk zo doe, dan is het net een kerstpakket. Of doe ik hem zo? Oh, wat kan je natuurlijk zien? En als je te veel gaat nadenken, werkt het ook niet. Te weinig nadenken niet, te veel nadenken niet. Dus gewoon op je gevoel. Nou, ik doe toch even iets naar voren. Oh, nou ja, zoals je ziet ga ik dus al knoeien. Dus het antwoord is er al. Ik denk toch dat ik hem gewoon zo moet doen. Of zoals daar van die kleine dingetjes moet maken. Dat kan ook. Want dat ziet er toch wel grappig uit. Maar ik ga toch proberen die ene. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Lijkt wel meer op een pijl nu. Nou ja. Zie je? Dus het is weer totaal iets anders. Het valt trouwens wel mee. Ik was bang dat het te donker zou worden. En ik moet zeggen, dat is het niet. Maar ik denk alleen wel dat ik met deze kleuren... En ik denk, ik heb het idee dat het hier ook niet zo van gaat uitlopen als het dus aan het opdrogen is. Dat het met de lichte kleuren dus wel doet. Oh, wat ga ik hier nou mee doen? Nou, dan kan ik hem dus of gewoon zo laten, maar dat is natuurlijk ook niet echt dat je denkt van joepie, waarom, ja, die punt pakt hij precies niet met die verf. Nou ja, dat is apart. Ik ga toch even mijn brander eroverheen doen,
Want er kunnen natuurlijk altijd luchtbelletjes zitten. En hier zie ik een stuk canvasdoek. Dat is raar. Nou ja. Nou. Ik moet trouwens zeggen, ik vind de kleuren wel mooi. Oh. En even aan de kant. Zo. En nu ga ik wat sneller eroverheen om toch die luchtbelletjes allemaal eruit te halen. En voor de rest ga ik er nu wat langzamer overheen om ja, het verf warm te maken. Waardoor er misschien wat gaat gebeuren hier op het hoekje. Zie je wel wat gebeuren? Kijk, en zoals je ziet gebeurt er sowieso nog meer. Maar het heeft wel echt duidelijk de tijd nodig. En ja, het is toch wat geduld ook hiermee nodig om het toch wat rustiger op te warmen. En ook dus niet te dichtbij, want dan verbrand je je verf. Maar ik denk dat je daar al een keer achter bent gekomen. Nou, er gebeurt wel wat. Maar niet, oh, niet echt veel. En ik vind het ook niet mooi ook. Dus hop. Oh, nou met de verf dat hieronder ligt kan ik ook wat mee gaan doen. Maar dat laat ik nog wel een keer zien. En dat snap ik alleen niet. Hier heb je dus ook een puntje. Een hoekje bedoel ik. En dit hoekje blijft die rode verf niet op zitten. Dat is een beetje jammer, want dan loopt het toch wat minder door. En daarvoor is het handig. Zoals hier zie je dat je dus wel wat meer rood hebt geknoeid. Hier pak je paletmes. En je zet zo. Althans, ik zie het niet. Oh, en mijn houtjes laten ook los. Oh, en ik zie ook hier dat de zijkant nog niet echt. Het blijft toch niet echt zitten op een of andere manier. Terwijl volgens mij in de groene verf zit geen siliconen. Want door de siliconen, als je daar dus ook te veel in doet, kan je ook vaak het canvasdoek dan terugzien in de cellen. Maar in de groen zit dat niet. Dus waarom het niet goed gepakt heeft, ik weet het niet. Nou. Dan kan ik altijd straks nog naar kijken. Maar zoals ik al zei, als je zo'n puntje hebt wat niet, of gewoon aan de zijkant sowieso, wat je over hebt, kan je natuurlijk met je paletmes het er zo op doen. Nou. En zo. En nou zou je het natuurlijk zo kunnen laten opdrogen. Maar ja, en eigenlijk had ik nu een rietje moeten hebben trouwens. Dat ik met een rietje zo die kant op de verf kunnen blazen. Dat was nu heel mooi geweest. Maar die heb ik hier niet liggen. En voordat ik die gepakt heb, ik ben niet zo snel, zijn al lang de 15 minuten voorbij. Dus ik doe het dan maar met mijn verf. Maar ik moet wel zeggen, deze verf. Ik weet niet waarom, maar de ene kant is nog wat. Zie je, daar heb je wat meer reactie. Als de andere kant. Nog maar een keer. Zie je, dit geeft denk ik toch een leuker effect. Alleen de andere kleuren lopen dan nog meer uit normaal. Maar deze zo te zien niet. Op een of andere manier geeft deze kleuren of deze kleurencombinatie. Of misschien heb je hier wel invloed, zit hier wel invloed op dat het al een paar dagen staat. Ik weet het niet, maar het verf reageert anders dan normaal. Nou ja, dat kan ook gebeuren. Ik vind hem eigenlijk zo wel toch iets hebben. En vond je het toch leuk om te zien? Geef me graag een duimpje. Wil je meer avonturen zien van mij met mijn acrylverf gieten? En natuurlijk met dit filmen. Ik hoop het toch echt een stuk beter te gaan doen in de toekomst.
In ieder geval, ik heb plezier gehad. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag weer terug in een volgende video. Dus ik zou zeggen, niet te veel nadenken. Ook niet te weinig. En heel goed naar je gevoel luisteren. Doeg!